Ik had het net al even over een grote overname onder de verzekeraars NN. Het voormalig Nationale Nederlander wil Delta Lloyd kopen en biedt €5,30 per aandeel. NN-baas Lard Friese licht het bod toe in een telefonische persconferentie. The combination of our activities in the Netherlands and in Belgium will create a very strong position. We have elaborated in the past on the trends we see in the Dutch pension market, and we think that the additional scale in pensions will enable us to capitalize even more on the opportunities. Doubling in size in non-life will allow us to drive further underwriting improvement and cost efficiencies. Ingewikkelde materie. Wij breken het op in drie vragen, Frederik Dornbaar. Jij hebt alle antwoorden daarop, hoop ik allereerst. Hoop ik ook. Waarom wil NN Delta Lloyd zo graag hebben? Ja, die markt is gewoon op het moment heel lastig. Hè? Ze hebben last van de lage rente. Sowieso is het een overvolle markt. Mm-hmm. Heb je ook eens een keer die levensverzekeringen? Ja, die zijn allemaal een beetje uit de mode, wil niemand meer hebben. Maar ondertussen heb je wel de kosten voor het beheer ervan. Nou, dan denk je van, nou, dan hebben we nog een cash cow, namelijk de schade. Hè? Daar verdienen ze altijd wel redelijk aan. Maar dat loopt nu ook niet meer zo goed. Bijvoorbeeld, weet je misschien ook wel, heftig weer was het. Hè? Extreem weer, veel hagelbui, enorm veel schade. 500 miljard verzekerde schade is daardoor ontstaan. Dat kost al die verzekeraars heel veel geld. Kortom, het is gewoon nu even heel lastig. En wat doe je dan in moeilijke tijden? Krachten bundelen. Ja, maar waarom kopen ze dan dat brakke Delta Lloyd? Er waren geen betere kandidaten. Ja, nou, zo brak is het al helemaal niet meer. Dat was het wel. Maar als je de laatste halfjaarcijfers bekijkt, ze maken winst. Winst is wel hard gedaald, maar nog steeds 320 miljoen het afgelopen halfjaar. Eerste halfjaar van 2016. Dat is toch best wel aardig. Mm-hmm. En ze zijn inmiddels ook in een iets rustiger vaarwater gekomen. Er is een claim-emissie geweest. Daardoor hebben ze een beetje ruimte gekregen om hun buffers een beetje op orde te brengen. Ja. Dus zo heel slecht gaat het niet. Maar wat wel nog interessant is, je zou ook kunnen denken, zou er niet een andere partij bijvoorbeeld in het buitenland zijn die geschikter zou zijn? Ja. Dat is ook Errol Keijner, hè, van de Vereniging van Effectenbezitters, heeft dat ook gezegd. Van ja, en heeft er wel eens eerder op een beetje op gehint van, nou ja, we kijken ook naar het buitenland. Wel gek dat ze dan daar nu helemaal niet meer naar kijken. Mm. Maar Dirk Veenstra, onze eigen beurscommentator, die heeft daar misschien wel een verklaring voor. En dat is wel een interessante. Er wordt op gehint dat de overname van Delta Lloyd op goedkeuring kan rekenen van de toezichthouder, de Nederlandse Bank. We weten dat de Nederlandse Bank en Delta Lloyd geen vrienden van elkaar zijn, maar dat heeft er niks mee te maken. Het gaat de Nederlandse Bank om stabiliteit. Stabiliteit in die verzekeringssector. En met de huidige lage rente is het beter dat de 6 Nederlandse verzekeraars elkaar niet de tent uitvechten, maar misschien wel een beetje steun zoeken bij elkaar. Nou, want in die periode van lage rente die we nog steeds hebben, is het heel moeilijk om een boterham te verdienen. Dus een beetje consolidatie in die sector kan geen kwaad. Dus een knikje van de DNB zal zeker een rol gespeeld hebben. Kijk. Zou de Nederlandse bank hierachter zitten dan? Nou ja, we hebben ze natuurlijk meteen gebeld en gezegd, nou, de vlag is zeker uit, gefeliciteerd, kom maar door. Maar die zijn natuurlijk heel voorzichtig. Hè. Ze zeggen, ja, wij zijn de toezichthouder. Wij doen überhaupt geen uitspraken over van dit soort specifieke casussen. In het algemeen zeggen we dan, hè, de DNB, nou, dit is aan de partijen zelf. Maar ze volgen het nauwlettend. Ja, en ze hebben zelf gezegd. Nee, ja, en ze hebben natuurlijk zelf gezegd, consolideren is heel belangrijk voor die markt. Dus ga er maar vanuit dat zij er blij mee zijn. Maar officiële reactie dus niet. Wat zeiden ze? Consolidatie is heel belangrijk voor die markt, hebben ze zelf gezegd? Nou, dat hebben ze eerder gezegd. Oh, dat hebben ze in een eerder staan. En wie dat ook zei, was minister Dijsselbloem. En die hebben we ook om een reactie gevraagd. En die overvielen we een beetje. Nou, dat moeten we natuurlijk maar afwachten hoe dat verder gaat. Ik heb daar ook geen mening over. Maar ik heb eerder gezegd in het debat met de Kamer over de verzekeringsmarkt in Nederland dat een consolidatie, minder verzekeraars, op zoek naar minder kosten in de toekomst. Hè, want het renteklimaat is ook hier een uitdaging. Dat dat wel voor de hand ligt. Ja. Mooi hè, dat hij eigenlijk anderhalve zin al zijn verhaal weer heeft. Hè? Ja, even worstelen. Dit is de eerste keer dat ik ervan hoor. Ik heb geen commentaar, maar ik vind er dit van. Oké, dat is het waarom. Laten we de volgende punt eens even bekijken. Waarom nu? Dat heeft alles met de koers te maken. Maar Dirk Veenstra, dat is zijn winkel. Dus laten we even naar hem luisteren. Het is wel eens goedkoper geweest om Delta Lloyd te kopen. Vooral eind 2015 ging het mis bij de verzekeraar, toen er getwijfeld werd of het bedrijf wel voldoende kapitaal had. Kapitaal om te overleven. Nou, dat is begin dit jaar rechtgezet en zit hier in de koers in ieder geval gestabiliseerd. Misschien dat NN daarop wilde wachten, het Delta Lloyd eerst zelf laten uitvogelen. Misschien ligt het ook wel aan NN zelf, dat ze er niet klaar voor waren. Zelf, na de beursgang in 2014, nog orde op eigen zaken moest stellen.
misschien dat de rente een rol speelt. Die zakt niet langer en lijkt misschien zelfs een beetje te gaan stijgen. Dus dit misschien is het moment voor NN om Delta Lloyd over te nemen. Maar niet duur, hè? Ik bedoel, het 8 keer de winst. Dus ja, maar ze moeten wel. Ja, maar ze moeten het nu doen, want je ziet die koers ook op. Dus Delta Lloyd wil helemaal niet natuurlijk. Maar playing hard to get kan natuurlijk ook een vraag. Ja, dat is het waarschijnlijk. Oké, volgende punt. Ja. Wat betekent dit voor de verzekeringsmarkt in Nederland? Want iedereen wil kennelijk consolidatie, maar dat betekent wel dat er minder spelers zijn. Ja, en dat is voor ons is dat dan natuurlijk weer wat minder goed nieuws. Dat betekent ook simpelweg dat we minder te kiezen hebben. Hè? En dan kan het ook zo zijn dat die verzekeringen allemaal wat duurder worden. En het is ook interessant om te kijken, wat voor een partij gaat het nou worden? Hè? Het is nog maar een bot, het is nog niet zo ver. Maar stel je voor dat het zo ver komt. Ja. We hebben cijfers van de Verbond van Verzekeraars even bekeken. Het zijn wel cijfers van 2015. Toch interessant om te kijken. Ze zijn altijd groot in leven en in schade. Dit is leven, hè, de levensverzekering. Dan zie je dat Aegon veruit de grootste is met bijna 4 miljard. Maar zij worden nu de grootste. Ja, dus, nou, dat heb je heel goed en snel gezien. En niet een beetje de grootste, maar echt veruit de grootste. Samen 4,8 miljard hebben ze dan. Dan zijn ze veruit de grootste speler. En je kan je voorstellen dat een toezichthouder, terwijl we even op zwart gingen, dat een toezichthouder zegt, nou, we gaan een onderdeeltje moeten jullie afstoten, want dit wordt wel al te veel. Ja. Schade is ook een interessante. Daar is Achmea veruit de grootste partij met 3,1 miljard. Oh, dat is jammer. Die graphic hebben we niet. Mm-mm. Maar neem maar van mij aan dat Achmea de grootste is. Ja. En als NN en Delta Lloyd samen gaan, dan zijn ze de nummer 2, maar ook echt dik de nummer 2. Ja. Veel meer slagkracht. En dat is natuurlijk voor zo'n verzekeraar, kan je voorstellen. Ja, maar het is wel heel leuk, maar voor mij is het echt een ramp. Want bijvoorbeeld, ik heb nu gemerkt met Achmea, Centraal Beheer, die wel zei van, we doen geen Tesla's meer, we doen geen elektrisch meer. Dan kon ik nog naar Delta Lloyd. Dus ik ben nu bij Delta Lloyd. Ja? Die was enthousiast. Nou, die wordt dan weer overgenomen. Dan zegt Nationale Nederlanden, ja, dat willen we dan ook weer niet. En dan op een gegeven moment heb je helemaal geen keuze. Je hebt helemaal niet zoveel keuze in die markt. En ik weet niet of ik daar als consument blij mee ben. Dat is dus ook het punt. Voor de consument is echt een ander verhaal. Of wij als consument er nou beter mee uit zijn. En daar gaat de ACM ongetwijfeld nog iets over zeggen.